chia balance brood. Dan iets heel leuks, waarvan ik weet dat jullie het allemaal ook leuk vinden. Better Scheiben Classic, mild en cremig. Zo smakelijk. Ik hou van boter en vet en dat soort dingen. Dat is erg, ik ben een rare fit girl. Nee, ik ben een vette fit girl, dus dit is logisch. Ik hou hiervan. Dit is gewoon een snel ontbijtje. Dit was al een minus L. Alles waar protein op staat, daar gaat mijn oog als een malle naartoe. 8 gram protein. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe FitAddicts video. Vandaag laat ik jullie zien wat ik allemaal in Duitsland heb geshopt. Ik kom er echt net van terug. En eigenlijk wou ik het eerst in mijn weekvlog doen. Maar het is veel leuk om hier een aparte video over te maken. Zodat ik even een beetje wat meer kan vertellen over de producten. En dat het niet in één keer een super groot ding wordt in mijn weekvlog. Dus ik ga je gewoon kort laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Deze shopvlog is puur om te laten zien wat ik leuk vind aan shoppen in andere plekken, shop in andere supermarkten. Want daar haal je gewoon altijd heel veel andere dingen weg waarvan je echt denkt van, oh, dat heb ik nog nooit gezien. En persoonlijk vind ik dat altijd heel erg leuk. En Duitsland is natuurlijk niet heel ver van Nederland vandaan. Het ligt er direct naast. Dus ga je wel eens naar Duitsland, dan misschien kan je je ogen ook openhouden voor dit soort producten. Ik heb heel veel lactosevrije dingen gehaald. Brooddingen. Een paar ongezonde cheat dingen die ik gewoon lekker vind. Of die me lekker lijken. Protein bars. Ja, dat eigenlijk. Ik zou zeggen, laten we gewoon snel beginnen. Ik ga je alles laten zien. Ja, ik begin eerst even met alle koelingsproducten. Zodat die gewoon snel weer de koeling in kunnen. Ik was dus specifiek op zoek naar producten die lactosevrij zijn. Omdat ik dit nu gewoon heel belangrijk vind in verband met mijn prikkelbare darm. En ik had al gehoord van het merk Minus L. En ik wist dat het dus Duits was. Dus ik denk, nou ja, waarschijnlijk hebben ze in Duitsland natuurlijk ook veel meer van dit soort producten. En I was right. Want er zijn best wel veel dingen die ik daar heb kunnen scoren. Ik pak even alle gekoelde dingen erbij. Nog meer. Ja, deze. Oké. Allereerst deze Minus L yoghurt. Dit is een yoghurt met honing erin. En dit is dus, hoe noem je het? Een beetje Griekse stijlachtig. Staat ook met Griekischere art of zo. Geen idee. Er zit niet heel veel eiwitten in, maar dit gaat me dus gewoon meer omdat het lactosevrij is. En dat het een keer wat anders is dan kwark of andere yoghurt. Dus ik was heel erg benieuwd naar deze Minus L. Dan heb ik ook nog de normale variant gehaald. Dit is gewoon naturel yoghurt. En even kijken. Dit kookspul van Minus L en ook slagroom. Deze waren daar een stuk goedkoper, echt maar 80 cent. En volgens mij is dat hier 1 euro nog wat of zo. Dus ik dacht, neem er 2 mee. Dus eentje is kookroom en eentje is slagroom. En deze slagroom bevat 30% minder vet of minstens 30% vet. Nou ja, in ieder geval de slagroom en kookroom. Dan heb ik deze soort Nutella-achtige dingen, maar dan zonder lactose en zo erin. Super leuk, maar ik werd gewoon heel enthousiast. Toen ik gewoon al die producten zag, dan dacht ik gewoon, ik dacht niet van, oh, dit is gezond, dit is ongezond. En daarvoor koop ik dit ook niet. Dit is gewoon meer om mensen die dus lactose intolerant zijn of met een prikkelbare darm erop willen letten. Daarvoor is dit. En dus ook voor mij, anders had ik het niet gehaald. Maar ik werd gewoon heel enthousiast toen ik dit soort producten zag. En daarom heb ik het ook gewoon gehaald. Dus let goed op voordat ik allemaal comments eronder krijg van, ja, maar dit is toch helemaal niet gezond? Jongens, dit is niet allemaal super healthy. Het is ook gewoon vanwege mijn prikkelbare darm. En dat het gewoon goed te verwerken is door mijn lijf. En zoals jullie weten, ik tel geen calorieën meer. Dus maakt me ook eigenlijk niet uit of er nou veel calorieën in zit of niet. Tuurlijk kijk ik wel naar de voedingswaarde. En tuurlijk is niet de bedoeling dat ik alles maar door elkaar ga eten. Maar ja, dat is even wat ik erover wou zeggen. Een kleine disclaimer. Ja, deze dus. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit smaakt. Dit was alle Minus L. Goed verhaal. Dan iets heel leuks. Deze Emmy Café Latte. Die haal ik hier ook altijd, maar ik had deze nog nooit gezien bij ons. Dit is een light variant. En even kijken wat staat er. Oh, en lactosevrij. Dat heb ik nog niet eens gezien. Minder calorieën en lactosevrij. Hier heb ik er 2 van meegenomen. Er stonden er ook maar 2. Dus ja, ik heb gewoon gelijk het hele schap leeggepakt. Voor zover je het hele schap dan kan leegpakken als er maar 2 staan. ja, deze. Ik ben heel erg benieuwd. Het zal vast wel lekker zijn. Ik ben echt gek op die koffiedingetjes van Emmy. Omdat ze gewoon... Het is gewoon lekker. Het is echt lekker. Ik hou ervan.
Dan iets heel leuks, waarvan ik weet dat jullie het allemaal ook leuk vinden. Lekker vinden. Philadelphia met Milka! Yay! Vet lekker! Ik heb dit al eerder gehad, het is echt heel lekker. Lekker romig, chocoladerig. Oh jongens. Ik snap niet waarom we dit in Nederland nog niet hebben. Het is echt een must-have, vind je die niet? Echt jongen. En dan, ik was op zoek naar de minus L kaas plakken die ik daar normaal gesproken ook altijd... Nee, die ik daar niet haal, maar die ik altijd ook gewoon hier in Nederland haal. Alleen daar waren ze wel duurder. Daar, dat is heel raar. Daar, ik had er zelfs verwacht dat al die minus L dingen daar wel goedkoop zouden zijn. Maar je moet dus echt heel prijsbewust zijn en wel goed blijven opletten. Want die minus L die plakken kaas daar waren 2 euro. Het was hier 1,60 zijn of zo, 1,59. In ieder geval, ik haal ze altijd bij de Jumbo of bij de Albert Heijn. Maar dan alleen bij de grote Jumbo's en de grote Albert Heijn. Want vaak is het assortiment van lactosevrije dingen best wel beperkt in de kleinere supermarkten. Maar toen zag ik deze Bedda Scheiben. Bedda Scheiben Classic. Mild en cremig. Jetzt unerhört lekker. Unerhört lekker, jongens. Vegan. Fry from. Von. Lactose. Gluten. Soja. Geschmack versterken. Dit is dus kaas. Lactosevrije, helemaal bio, vegan, vegan, wow, vegan, vegan kaasachtige dingen. Nice! Hier zie je de plakjes. Ik was dus heel benieuwd. En ze hadden best wel veel keus. Ik heb het ook allemaal gefilmd. Ik weet niet wat ik nou aan het zeggen ben, maar in ieder geval deze kaas. En deze was 1,45 of zo, 1,50. Vond ik wel goedkoop. Dus dacht ik, nou, deze kan ik wel gewoon gaan proberen. Dus ja, deze kaas in plaats van die van minus L. Die vond ik dus niet goedkoper, dus dan ga ik het natuurlijk daar ook niet halen. Dan om even in het hele koeling zuivel gedoe te blijven. Deze Letta kaas, extra fit kaas, boter. Extra fit haal ik altijd daar. Ik vind deze echt gewoon super lekker. Ik hou echt van Latta omdat het gewoon zo smakelijk. Ik hou van boter en vet en dat soort dingen. Dat is erg. Ik ben een rare fit girl. Nee, ik ben een fat to fit girl. Dus dit is logisch. Ik hou hiervan. Alles met mate, jongens. Balance. Oké. Dan ga ik over naar brood. Broodproducten. Scheer. Deze heb ik eerder gehad. Deze heb ik ook gewoon in Nederland wel eens gekocht. Maar dan is het altijd wel wat duurder. Deze was 2,30 of zo. En voor wat ik er nog van kan herinneren is dat wel goedkoper dan toen ik het gewoon hier in Nederland had gekocht. Dus ja. En hier zit natuurlijk ook een dingetje op van low FODMAP. Dus dat is ook heel erg chill. En toen zag ik nog iets anders leuks. Chia Balance brood. Wat leuk! Chia Balance brood. En het heeft 3,5 gram eiwit per broodje. 96 calorieën, 15 gram koolhydraten. Maar dit zag er gewoon echt heel lekker uit. En eigenlijk heb ik het gewoon gekocht omdat het er gewoon lekker uitzag. En dat er dus chia op stond. Dus ik ben benieuwd hoe dit smaakt. Het ziet echt wel lekker uit, kijk maar. Als dat ding gaat focussen. Kijk. Gezonde levenswijze sinds van bedoeling. Chia Balance Sandwich is een ballaststof kelle daarbij. Super soft en frisch. Door die... Oh, 5% chia zaadjes is het ook rijk aan omega 3 vetzuren. Ha! Zie je jongens, ik heb Duits gehad hè, op de middelbare school, dus ik weet wel een beetje. Oké, nou dit brood. Genoeg over dit brood. ja... Dat waren alle koelingsdingen en brood, zuivel, dagelijkse spul dingen. Ik ga dit even in de koelkast zetten. Kom ik zo meteen terug voor deel 2 en dan doen we de rest. Want er komen er ook nog allemaal snacks en zo komen er nog aan. Dus I hope you are ready. Bye. Weer naar de keuken. Naar de keuken dragen. Nee, die ga ik drinken. Ga ik opdrinken. Smile.
Oh, zo lekker. Soms zie je gewoon aan de verpakking of iets lekker is of niet. Heb je dat ook wel eens? Are you ready for part 2? Protein bars, snacks, ontbijt gaan en drinken. Oké, allereerst moet ik je echt iets heel cutes laten zien. Een baby Nutella. Cute, hè? Kun je gewoon in je tas stoppen en meenemen. En als je honger hebt, dan doe je gewoon... Oké. Deze zag ik. Vetabix Protein Crunch Chocolate. Was ik echt heel benieuwd naar. Power Your Body Vetabix. Vetabix Protein Crunch is packed with protein plus. And a satisfying combination of whole grain, wheat and oats. A great source of fiber, iron and vitamin D. Nice. Hou ik echt van dit soort dingen. Vind ik echt zo leuk. Dit heb ik dus nog nooit in Nederland gezien. Jullie wel? Als ik kijk naar de voedingswaarde. Oh ja, per portie 113 calorieën. 6 gram protein. Nice. Even kijken. 6 gram suiker. 90 gram carbs. Bladibladibla. Ik ben heel erg benieuwd naar deze. Het lijkt me echt onwijs lekker. Ik ben wel fan van ontbijt gaan op z'n tijd. Dus niet iedere dag. Maar om het af te wisselen is dit zeker lekker. Ik was gewoon natuurlijk helemaal triggered door wat hierop staat. Protein. Alles waar protein op staat, daar gaat mijn oog als een malle naartoe. En alles waarop staat balance of healthy of low carb of low fat. Weet je, dan denk ik echt gelijk, oeh, wat is dat? Ook toen ik aan het winkelen was, liep zo langs alle brood en opeens eiwitbrood. Oh, eiwitbrood. Maar dat eiwitbrood heb ik een keer gehad, vond ik niet zo lekker. Dus daarom heb ik dat ook niet meegenomen. Maar in ieder geval deze... Vetabix. Ik ben heel erg benieuwd. Ja. Dan heb ik van Dr. Karg sesam, lijnzaad, protein snack. Zie? Protein. Overal waar protein op staat, jongens. Ik neem het mee. En zo ziet het eruit. Het zijn gewoon kleine crackertjes of iets. En dit merk, Dr. Karg, kende ik al. Dat verkopen we hier in Nederland ook gewoon. Bij Albert Heijn bijvoorbeeld. Maar dan hebben ze van die gewone crackers. Ze hadden wel wat hardere crackers met kaas en zo erop. Die heb ik al een keer eerder gehad. Dus dat vond ik altijd super lekker. En toen zag ik dit staan. Toen dacht ik, ziet er nice uit. Ziet er healthy uit. En toen dacht ik, nou, dat neem ik gewoon mee. Per portie 113 calorieën. 8 gram protein. 7,5 gram carbs. Ideaal. Dus als je even gezond wil snacken, neem je dit. Beetje hummus erop. You got a snack. Nice, ik ben hier blij mee. En het is voor de mensen die hierin geïnteresseerd zijn, het is ook vegan. Even een slokkie. Lekker. Dan heb ik nog iets. Natuurlijk deze Monster Energy in paars. Want deze paarse vind ik echt... heerlijk. En ze waren in de aanbieding voor 1 euro per stuk. Dus we hebben er wel een paar meegenomen. En eentje hebben we opgedronken in de auto samen. Super lekker. Ik hou hiervan. En dit is dus een zero variant. Ultraviolet. Heerlijk. Ik ben er gek op. Dan had ik deze gehaald. Dit is kokos cacao. Een porridge cup. Dit is gewoon een snel ontbijtje. Waar gewoon eigenlijk een soort van havermout in zit met kokos en cacao. En dit is van het merk Davert. Davert. En hier zitten per 100 gram 183 calorieën, 7 gram protein, 18 gram carbs. Het is gewoon met een beetje als havermout en gewoon goede havermout, zeg maar met eiwit erdoor. Lekker! Handig zo'n portieverpakking, dus ik ben benieuwd hoe deze smaakt. Dan heb ik een beetje cheat dingen. Nou, eigenlijk met twee cheat dingen. Normaal gesproken haal ik echt heel veel troep ook. En heel veel Oreo en chocola en dat soort dingen. Maar ik weet niet. Ik vind dat niet... Ja, dan ga ik het sowieso allemaal weer opeten, weet je. En dan denk ik van ja, ik kan het net zo goed een beetje beperken. Dat het wel, ja... Dat ik wel gewoon lekkere dingen kan halen. Maar niet te veel, weet je. Omdat ik gewoon weet dat ik alles opeet anders. En wat niet in huis is, dat hoef je ook niet te weerstaan qua verleiding. En ondanks dat ik nu vakantie heb, ja... Ik geniet natuurlijk wel, maar ik wil het niet de spuigaten uit laten lopen. Dus ik probeer het gewoon zoveel mogelijk in balans te houden. Ik vond wel deze treats.
Jawel jongens, het staat er gewoon op. Dit zijn treats in peanut butter. De Peanut Butter Company. Dus dit zijn gewoon van die soort van die dingen. Zulke soort M&M's. En er zit gewoon peanut butter in. OMG. Ik zag dit en toen was ik wel echt enthousiast. Ik ben benieuwd. Zal ik anders even eentje proeven? Ik ga gewoon even eentje proeven jongens. Live taste test. Oeh, best groot. Kijk. I picked the right stuff. Lekker. Heerlijk. Ik zag iets en ik weet nog niet of het nou voor Halloween is of voor kerst. Ik denk voor kerst. In ieder geval. Dit heb je normaal gesproken met kerst. Kersthuisje! Ja. Ik ga niet mijn kerstboom zo vroeg opzetten als vorig jaar hoor. Maar dit kersthuisje zag er toch wel echt heel leuk uit. En dit is gewoon echt een easy bouwpakket met stappenplan hoe je alles moet maken. Dus het leek me wel leuk om dit een keer te doen. En dan kom ik bij de protein bars. Mijn batterij is leeg, dus jongens, we komen zo meteen eventjes terug. Daag. 2 hours later. Ja jongens, daar ben ik weer. Hij is nu weer een beetje opgeladen, dus ik heb weer wat batterij om verder te gaan. Ik weet niet of ik dit al heb laten zien, maar ik had het kersthuisje gekocht. Ik weet niet of het op de vorige ook al stond, maar kersthuisje. Really early, maar ja, in Duitsland doen ze natuurlijk niet aan Sinterklaas en zo, dus ik kon deze niet laten liggen. Het laatste onderdeel is protein bars. Nou, niet alleen maar protein bars, ook gewoon bars in het algemeen die me gewoon lekker leken. En het viel me op dat de power bars in Duitsland super cheap zijn. Ik bedoel, ik heb ze hier nog nooit voor 1,30 euro gezien. Dus natural protein. Dus met nootjes en pitten en zo. Ik vind het altijd wel een lekkere snack tussendoor. En ik ben sowieso fan van nootjes voor energie. Omdat vetten houden me gewoon heel lang verzadigd. Daarom eet ik vaak ook een cracker met avocado 's ochtends voor ontbijt. Dan heb ik een combinatie van koolhydraten en vetten. En daardoor blijf ik gewoon lang verzadigd. Dan heb ik er nog een. Deze heet Right Energy. Deze bevat 10 gram protein. En is in chocolade karamel smaak. Deze heb ik nog nooit echt eerder gezien. En volgens mij is deze ook nieuw. Het leek me echt een hele lekkere reep. Zo ziet hij er ook echt uit. Dus ik dacht, neem deze mee. Dit is dan bijvoorbeeld een energiereep. Het staat er ook echt op. Het is voor energie. Dus daarom zit er ook gewoon veel koolhydraten en dat soort dingen in. Dus ik ben heel erg benieuwd voor deze smaak. De verpakking belooft in ieder geval veel goeds. Dus ik hoop dat hij dat ook dan kan waarmaken in de smaak. Dan heb ik nog zo'n soort variant. En deze is meer laag in sugar, zeg maar high in protein. En volgens mij zijn alle blauwe verpakkingen van die power bars dan ook meer gericht op low carb, minder suiker en veel eiwitten. Dus deze blauwe verpakkingen zijn echte protein bars, zeg maar. Deze bevat, even kijken, 175 calorieën, 15 gram protein, 14 gram carbs, ja, daar heb je het al. En echt maar 1,4 gram suiker. Maar ik zie dan hier dat ze het hebben aangevuld met polyolen, oftewel suikeralcoholen. En dat bevat dan weer 12 gram. Polyolen zijn ook dingen die je met FODMAP dieet, waar je daar heel erg op moet letten, omdat het ook een reactie kan geven op je darmen. Zelf kan ik wel iets polyolen hebben, maar niet te veel. Dus ben je op dieet en heb je last van je darmen, moet je daar echt op letten. Want heel veel van dit soort repen worden aangemaakt met polyolen om dan niet een echte actieve koolhydraat, zeg maar, je lichaam binnen te gooien. Waardoor ze alles dus low carb kunnen maken en low sugar. En, want het wordt allemaal vervangen door die nepsuikers, zeg maar. En die nepsuikers kunnen echt een reactie geven op je darmen. Dus ben je er gevoelig voor, pas dan op met dit soort dingen. Ik heb nu vakantie, dus ik hoef niet heel strikt op mijn darmen te letten. Want ik kan gewoon gaan en staan waar ik wil en ik heb minder stress. Dus het, maakt voor nu eventjes niet uit. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de smaak van deze. En dan heb ik nog iets, een beetje in diezelfde categorie. Protein Plus in chocolade brownie. En dit is ook wederom een blauwe verpakking. En deze bevat 107 calorieën, 10 gram protein, 10 gram carbs. En dus ook weer 8,5 gram suiker, alcoholen, dus die polyolen. Dus die blauwe, zeg maar, zijn gewoon echt aangezet met fake sugars en polyolen. Ik weet niet of dat voor deze ook geldt. Ja, deze heel iets, maar er zitten ook gewoon gewone suikers. En ja, zie je deze dan weer niet. Dit is gewoon, hier staat ook geen polyolen of neppe suikers in. Dus
Als je wel powerbars wil nemen, maar dus niet die suikeralcoholen van deze, zeg maar, wil, dan zou ik gaan voor deze natural proteinreepjes. Want hier staat dus op dat er geen suikeralcoholen in zitten. Dus dat is een beetje het verschil. En dat zijn dus de powerbar repen. Ik heb er 4 in totaal meegenomen. Even kijken, ik heb hier een reep van Lebe Puur. Dit is een bio kokos reep in coconut cream. Ik ken dit merk niet, nog nooit eerder gezien in Nederland. En ik was er wel heel erg benieuwd naar. Er zitten heel weinig ingrediënten in en wat erin zit is best wel natuurlijk. Dus ik ben benieuwd naar de smaak van deze. Coconut heb ik genomen omdat ik hou van kokos en chocola en zo. Dus heerlijk. Ik ben benieuwd. Dan heb ik nog eentje van Vegans. Ik kende het merk niet, maar ik heb het wel een keer voorbij zien komen ergens. Het sprak me gewoon heel erg aan. Ze hadden heel veel van dit soort producten daar. Het schap lag echt vol met allerlei van dit soort reepjes. En ze hadden ook shakes en andere dingen. En dit is dus ook gewoon een normale reep. Dus niet echt gericht op protein of zo. Dus ik ben heel benieuwd naar de smaak van deze repen. En that concludes it all. Dat is alles wat ik heb gehaald. En ik moet zeggen dat het echt een superleuke shopping trip was. Een superleuke shopping haul. En ik ben echt blij met alle dingen die we hebben gekocht. Dus dat was het eigenlijk. Dus ik zeg, als je een keer naar Duitsland gaat. Wij zijn naar Noordhorn geweest, naar de Marktkauf en naar de DM. Dat zijn echt wel de leukste winkels, vind ik persoonlijk. Want de rest, ja, het stadje zelf is best wel klein. Er zijn niet heel veel boeiende winkels waar je echt dan wil gaan shoppen of zo. Maar de Marktkauf en zo vind ik echt heel erg leuk. Je kunt er gewoon echt heel veel dingen halen. En het is echt leuk om een keer heen te gaan voor nieuwe productontdekkingen. En om producten te zien die je bijvoorbeeld nog nooit hebt geprobeerd. Ik persoonlijk vind dat heel erg leuk, zoals ik in het begin van deze video ook al had vermeld. Dat is het eigenlijk. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Het is weer wat anders dan anders. En dat je er inspiratie uit hebt kunnen halen voor je eigen shoppingtrip misschien. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Als je deze video leuk vond, geef dan even een duimpje omhoog. Dat zou ik heel erg waarderen. En vergeet natuurlijk ook niet te subscriben op mijn channel. De website is tot hoogst voor alle nieuwe video's. Oké, dat was het. Doei, bedankt voor het kijken.